Dat zaad is te koop onder de naam Soltastic. Klinkt een beetje naar Solinta en Fantastic. Maar ik wilde eigenlijk wel zelf weten hoe fantastisch die verhalen nou eigenlijk zijn. En wat er nou echt van waar is. Ik ben begonnen met mijn aardappels te beoordelen. Ik heb alles binnen. En zoals jullie weten, nieuwe rassen kweken begint met kruisen en zaaien. Nou, in mijn hele werkzame leven en in mijn hobbytijd heb ik denk ik al wel een miljoen zaden uitgezaaid. Dus ik weet wel waar ik over praat. Maar van het jaar voor het eerst een hybride ras uitgezaaid. De Soli 012 F1, de Soltastic. Met 100 zaden. En ik ga jullie nu mijn bevindingen eens even laten zien. Wat ik ermee gedaan heb en hoe dat afgelopen is. 100 zaden, gepilleerd. De helft in de tree gezaaid met 1 zaadje per potje. De andere helft breedwerpig in de zaaibak, zoals ik al mijn zaden zaai. Opkomst was prima. Hier vooraan het hybride diploïde zaad. En daarachter mijn eigen tetraploïde kweekmateriaal. Dit is in een later stadium. Ook het moment om de breedwerpig gezaaide plantjes te verspenen. Hier het rechtstreeks gezaaide zaad. En hier de verspeende plantjes. Verspenen heeft een gunstige invloed op de groei, zoals hier te zien is. En hier mijn eigen materiaal. Tweede helft mei staan de plantjes op de rug. Dit pillenzaad, heb ik rechtstreeks in een treetje gezaaid en later deze plantjes hierin verspeend. En deze heb ik eerst in een zaaibakje gezet, toen verspeend in treetjes en later hier op de rug gezet. Die zijn aanzienlijk groter. Dan heb ik diezelfde hier ook op mijn proefveld gezet, op pootgoedafstand en op consumptieafstand. Om eens te kijken wat voor opbrengst dat eronder kan komen. Dan staat hier de Agia. Hier de Aztec Gold. Dat is een diploïde. Kan je ook wel zien. Zo'n heel donkergeel vlees. Dan staat hier de Soli 012 F1. Soltastic. Uit zaad. Om nu een indruk te geven wat er nu aangroeit aan die plantjes. Heb ik er hier eens even een aantal op een rij gelegd. Dit is een kruising uit mijn kweekmateriaal, ter vergelijking. Iedere plant is genetisch verschillend. Het grote verschil met wat ik toen straks heb laten zien, is dit is een hybride ras. De Soli 012 F1, de Soltastic. Nu leg ik hier nog een keer wat planten op een rij, om het verschil te zien met de vorige. Deze staan op ongeveer 15 centimeter afstand. 50 gram zaad per hectare. Hier de opbrengsten. 3 tot 4 knolletjes per plant. Mooi regelmatig. Allemaal rond en diepe ogen. Dit is de opbrengst van 80 planten.
ongeveer 100 gram per plant. En daar ben ik 120 dagen terug mee begonnen met zaaien. Maar gelukkig draait hij ook mee in het normale proefveld, dus straks komt de echte opbrengst eruit. En deze heb ik op 16 centimeter staan. Dichter als het advies. En dan komt later de consumptie hier nog naast. Die staan op die 30 centimeter. Dus dit is het resultaat van 12 planten. Dit zijn de plantjes uit het hybride zaad. Het hybride is een groot voordeel dat ze allemaal gelijk zijn. En deze staan op de gewenste afstand van 30 centimeter. Oftewel 25 gram zaad per hectare. Uitgerijpt. Nadeel is wel, als ze zo ruim staan, dan komt die zon op de rug. En dan heb je eerder kans op doorwas, omdat die rug veel te warm wordt. En dan ga je een beetje doorwas krijgen. Tenminste, dat kan. Dat is hier ook het geval. Hier de uitgerijpte rooi. Van de Soltestic. Valt allemaal nog niet helemaal mee. En wat me opviel, er zitten dan toch een paar knollen bij die van buiten donkerder geel zijn. Dan heb ik ze gesneden. Dit is wat het meest in het bakje zit. En deze die is geler. Dit heel erg onregelmatig vlees. Nou, een knobbeltje erop. Naveleind wat niet goed is. Wat door was. En erg diepe ogen. Als het een zaailing van me was. Dan zou ik hem weggooien. Maar ja, je kan ook nog niet alles verwachten uit zaad vandaan. Hier is het pootgoedbakje. Het pootgoed gaf bijna 10 ton per hectare. En de consumptie zit ongeveer op 15 ton per hectare. Volgens mij zijn ze veel te ruim gepoot, maar ik heb me gehouden aan die 25 gram zaad per hectare. Dus 4 planten op een vierkante meter. Dat is gewoon te weinig. Dit ras is dan diploïd. Hier ligt de Aztec Gold van de Agrico TPC, dat is ook een diploïde. Nou, die had een mooie opbrengst. En hiernaast ligt de Agia, dezelfde oppervlakte. Nou, die komt bijna aan 50 ton per hectare. Dus dat is meer dan 3 keer zoveel als deze. Dit is natuurlijk pas het eerste ras wat Solinta op de markt gebracht heeft. Ze hebben in ieder geval wel ambitie. De volgende rassen zullen ook beter moeten worden. Maar ik zal even laten zien wat ze er zelf van zeggen. Over het aardappelzaad dat jullie bij Solinta ontwikkeld hebben. Stel nou dat we 10 jaar verder zijn. Wat zijn nou de voordelen van deze innovatie? Oeh, dat is leuk. Over 10 jaar denk ik dat de opbrengst van de aardappelvelden 3 keer zo hoog is als nu.
Ik denk dat we eigenlijk geen bestrijdingsmiddelen meer nodig hebben. Geen bestrijdingsmiddelen, nee. Ja, oké. Okay. En dat dit over de hele wereld gebruikt wordt. Hè? Je kunt je voorstellen dat het verzenden van 25 gram zaad is veel makkelijker dan 3 pellets en naar Afrika om daar aardappelen te maken voor de consumptie. Ja. Daarnaast zijn we bezig om de aardappelen voedzamer, nog voedzamer. Aardappel is al heel voedzaam, mm-hmm. en is überhaupt een heel mooi gewas, want het heeft weinig water nodig en het groeit in slechte condities, groeit het al goed. Maar we zijn ook nog bezig om dan de inhoudstoffen van die aardappel te verbeteren, zodat je veel meer micronutriënten nodig hebt om gezond te leven. Dus gezond leven door gezonde voeding, maar ook gezond leven door minder bestrijdingsmiddelen, zodat de omgeving waar je leeft ook gezond is. Nu is de opbrengst van mijn proefveld gemiddeld zo'n 50 ton per hectare. Verschilt natuurlijk tussen de verschillende klonen. Hier ligt er eentje met 75 ton per hectare. Dat is wel de dikste. In de toekomst zie ik niet veel verhoging meer. Want we mogen steeds minder bemesten. Ja, dus dan kan de grond het gewoon niet meer opbrengen. En als je dan vanaf hier vandaan komt, de Soltestic, met 15 ton per hectare. En je verkondigt dan dat de opbrengst verdrievoudigd wordt in de toekomst, dan moet je wel moed houden. Om nog even duidelijk te maken, in beide bakjes is de opbrengst van eenzelfde aantal planten op eenzelfde oppervlak. Wat resistenties betreft zitten we ook niet stil. Ook hier zitten al meerdere genen in tegen Phytophthora, de belangrijkste ziekte in de aardappelen. En inhoudstoffen. Ik ben natuurlijk al bezig met het hele gele. Geel wordt bepaald door caroteen. Dat is al een gezonde stof. En dat rode en paarse vlees wordt bepaald door anthocyaan. Dat is ook heel erg gezond. Dus daar zitten we ook niet stil mee. Dit pootgoed ga ik volgend jaar weer gebruiken in mijn proefveld om te kijken wat de potentie van het ras is. Bedankt voor het kijken.